Perfect. Dan komt dat in orde en dan kunnen we er eigenlijk aan beginnen, hè. Goed. Er zijn veel schermen opengezet. Oké, dus zomerplan 2021. Ik weet niet of er veel mensen bij zijn die vorig jaar geen speelpleinverantwoordelijke waren. Voor degenen die het wel waren, je gaat een paar dingen zien terugkomen natuurlijk. Maar we zijn hier voor de volledige refreshment. Dus hou uw schrap en stel gerust vragen waar nodig. Voor wie is het zomerplan? Dat is best duidelijk voor speelpleinwerkingen, tienerwerkingen en andere dagactiviteiten. Appakee, ik ga nog iemand toelaten zeggen. Ik krijg altijd al ding-ding heel luid in mijn oren van mensen die nog toekomen. Goed, en dit is bedoeld voor eigenlijk particuliere of gemeentelijke organisatoren met dagaanbod zonder overnachting. Dat is een specifiek draaiboek op die doelgroep bedoeld. Als je dat doorneemt, ga je ook merken dat dat eigenlijk specifiek daarvoor is. Je hebt ook kampen met overnachting en zo, maar daar gaat het vandaag niet over. Je mag naar de volgende slide gaan. Er is een algemene typische lijn die we eigenlijk vorig jaar ook gevolgd hebben. De basis is nog steeds: hou afstand, pas de extra hygiënemaatregelen toe en vermijd zoveel mogelijk contact met verschillende mensen. Met als doel natuurlijk om verspreiding binnen de groepen te vermijden en te vertragen, die superverspreiders tegen te gaan en contacttracing mogelijk te maken. En dan hebben we ook onze algemene principes, waarbij dat de veiligheid van iedereen echt wel een basisvoorwaarde is om op te starten. En proberen we ook zoveel mogelijk de eigenheid van uw aanbod te benadrukken, dat het best bewaard blijft, hè. Waar het niet lukt, moet je wel tijdelijke aanpassingen gaan doen die je dan nadien weer kunt afbouwen. Creëer zoveel mogelijk speelkansen voor zoveel mogelijk kinderen, waarbij het risico op besmetting zo laag mogelijk houdt. Kies ondanks alle beperkingen voor zoveel mogelijk vrijheid en keuze voor kinderen en om zelf eigenlijk invulling te geven aan hun vakantie. En uiteraard heb ook zeker en vast aandacht voor kwetsbare kinderen en jongeren met een beperking en maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Dus vergeet ze daar zeker niet in te betrekken in uw aanbod. Nu ook vinden we het heel belangrijk om steeds te blijven afstemmen met andere vrije tijdsaanbod en opvanginitiatieven. In uw gemeente gaat het zien dat je met meerdere partners misschien gaat kunnen samenwerken, dat daar ook dezelfde lijn wordt aangehouden. Het zal nog een paar keer voorkomen in andere onderdelen van deze presentatie, maar die afstemming is zeer belangrijk. Goed, wat wij wel duidelijk willen benadrukken, zeker en vast opletten, want burgemeesters die bepalen wel wat er eigenlijk kan op hun grondgebied. Lokaal kunnen er ook effectief strengere maatregelen opgelegd worden. Daar opnieuw stem zeker af. Wat we daarmee ook willen zeggen, er zijn ook heel vaak van die veiligheidsraden per gemeente. Probeer deze mensen zeker en vast goed te betrekken, goed te informeren, samen goed dingen een proces op te stellen, zodat eigenlijk het bestuur ook helemaal achter jullie maatregelen staat en de manier van het werken. Jullie krijgen ook achteraf de PowerPoint, ja. Dat zal ik even verschijnen. Wat we ook wel willen benadrukken, we gaan een presentatie geven met allemaal mogelijkheden, allemaal tips en advies en aanbevelingen. Maar wij zijn ons super bewust dat het hele speelpleinlandschap heel divers is en dat je eigenlijk als je aansluit, als je iets organiseert, dat je niet per se allemaal hetzelfde kunt organiseren, omdat het de aanpak en invulling volledig afhangt van lokale context en lokale issues en zo verder. Dus wij hebben eigenlijk volledig vertrouwen in de wil van het speelplein om het beste te maken van hun mogelijkheden. We hebben ook wel effectief respect voor elke beslissing. Dus niet omdat wij een aanbeveling geven dat dat allemaal perfect mogelijk is. Dus we begrijpen dat zeker en vast als het iets niet uitgevoerd kan worden, voelen we daar zeker en vast niet te slecht over. Wat dan ook iets is dat we zeker willen benadrukken, een spijtige, maar helaas is dat de realiteit. Maatregelen gelden voor juli en augustus, maar spijtig genoeg, onder invloed van nieuwe evoluties kan het altijd wijzigen. We kennen allemaal het verhaal van de paasvakantie. Dat was een heel spijtig voorval, waarbij dan 25 onze absolute minimum was en dan opeens komen die 10 eraan. Dus we moeten eerlijk zijn, we hebben er ook wel een schrik mee gepakt. We gaan ook niet garanderen van het loopt volledig zo en zo en zo. Wijzigingen kunnen altijd gebeuren als evoluties niet positief zijn. Daar willen we zeker en vast jullie bewust van maken. Goed, verder verloop van deze webinar gaat als volgt. Je hebt onze website die best uitgebreid is. Het draaiboek is daar volledig in verwerkt. Alle krediet naar Bert om dat zo mooi op te stellen. Onze coördinator, ik zeg nu Bert, niet alsof iedereen die kent, maar ik toch wel even shout-out naar hem.
die heeft dat eigenlijk op een manier opgesteld waarbij je dat heel makkelijk kunt doorlopen. En deze webinar is ook op die manier opgesteld. Dus als jullie bij dit onderdeel, bijvoorbeeld bij deelnamevoorwaarden, enkele vragen nog hebben of enkele tips en adviezen zoeken nog, kan je makkelijk naar die website gaan en per dat stukje gaan kijken van, ah ja, daar staat nog extra aanbevelingen bij of enkele speelpleinvoorbeeldjes of zo van hoe je het kunt aanpakken. Dat maakt dat je eigenlijk ook wat inspiratie kunt opdoen voor je eigen werking. We gaan het hebben over 1 deelnamevoorwaarden, organisatorische maatregelen, hygiënemaatregelen en dan ook aard van activiteiten aanpassen. Dan eindigen we met enkele slides over wijzigingen tegenover vorig jaar, een klein overzichtje. Waar gaan wij als VDS nog op inzetten? En uiteindelijk het vragenuurtje, zoals daar juist beloofd. Een uurtje gaat misschien niet zijn, maar een moment om vragen te stellen en antwoorden te krijgen. Goed, dan gaan we naar ons eerste stukje, de deelnamevoorwaarden. Ik ga ook niet de hele dag aan het woord, de hele namiddag aan het woord zijn. We hebben hier ook nog 2 andere co-presentatoren, zodat je niet heel naar mijn stem moet luisteren, om het even zo wat meer up-tempo te maken. Ook Simon en Fedra gaan straks, Fedra van Sint-Niklaas en Simon van Antwerpen, gaan hier een stukje overnemen, zodat het nog goed levendig blijft voor jullie en aangenaam. Jeugd is alsof met Mike. Oei, Mike, ik ga hem even muten. Oké. Okay. Goed, deelnamevoorwaarden. Op zich is daar niet veel aan veranderd. Wanneer mag je niet komen naar het speelplein? Ja, als je ziek bent, is dat geen goed idee. Koorts, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, verstopte neus en diarree. Ja, niet komen, hè. Opnieuw deelnemen kan na 3 dagen symptoomvrij. Dat is een regel algemeen toch een beetje gekend. Als je zelf besmet bent of onder 1 dak woont met een besmette persoon, dan kan je opnieuw deelnemen na de opgelegde quarantaine- of isolatieperiode. Dat valt dus af te spreken met uw dokter, met de persoon die u eigenlijk getest heeft of die persoon getest heeft. Je krijgt daar instructies voor en die instructies ga je dan eigenlijk gewoon volgen, hè. Als je bij de risicogroep hoort en geen toestemming hebt van huisarts en of ouders. Dat is een beetje een moeilijke situatie. Er is een lijst van een risicogroep. Als je merkt dat speelplein verantwoordelijk dat er iemand onder valt en zo, dan is het zeker en vast ook de verantwoordelijkheid van de ouders om een huisarts te gaan raadplegen en te kijken van mag het kind effectief deelnemen. En daar wordt dan eigenlijk mee onderhandeld om te zien van kan het of kan het niet. Indien het kind toch deelneemt, dan moet het ook duidelijk vermeld worden op de medische fiche. Dat is ook een van de documenten dat verplicht is voor elk kind eigenlijk in de coronaperiode van het speelplein. Dus alleszins, die risicogroepen, daar gaat die lijst ervan is ook normaal gezien bekend. Ik weet niet of dat nu al huidig bekend is, daar ben ik even niet in mee. Ja, dat kun je dan raadplegen en kijken en dan met de ouders dan eigenlijk zorgen dat er duidelijkheid over is van mag het kind deelnemen of niet. Wat ook wel even een belangrijke nuance is, is dat kinderen met een beperking niet automatisch tot de risicogroep behoren. Dus dat is niet per se hetzelfde. Dan moet je gewoon eens even door die lijst gaan en kijken wat dan wel matcht. Oké. Okay. De volgende slide. Ja, dan hebben we onze grote 1 hobby per week show. Die is afgeschaft sinds 12 mei. Maar dat is allemaal natuurlijk een beetje vaag. Want dat is misschien wel afgeschaft. Maar toch blijft de regering toch ergens wel wat zeggen van goh, maar die nood is er wel ergens of dat voelt wel aan dat het toch wel belangrijk is om daar aan te denken. Maar ze leggen de verantwoordelijkheid volledig bij de ouders. Dus als speelpleinverantwoordelijke moet jij zelf niet gaan uitzoeken. Hey, heb je er gecombineerd? Ga je op hierokamp gaan of scoutskamp gaan? Dat hoeft allemaal niet. Maar die verantwoordelijkheid ligt effectief bij die ouders. En zij moeten dan eigenlijk daar eerlijk in zijn en in informeren indien nodig. Dus dat is eigenlijk een zorg dat je van jezelf als verantwoordelijke wel mocht wegnemen. Wees duidelijk in communicatie. Dat is eigenlijk gewoon een tip dat wij aan jullie proberen even mee te geven. De coronasymptomen, probeer die visueel te maken. Toon dat aan de mensen wat precies een coronasymptoom is, zodat ze weten wanneer ze thuis moeten blijven. Bezorg ook ouders informatie over die informatie over risicogroepen. En verwijs naar de huisarts bij twijfel. En ook heel duidelijk maken dat het hun verantwoordelijkheid is om geen zieke kinderen of animatoren te laten deelnemen. Wat ook iets is dat we nu wel even extra proberen te benadrukken, is dat het belangrijk is om je bepaalde strategie rond de coronamaatregelen duidelijk te maken met de ouders. Wat willen daarmee zeggen? Probeer op voorhand te communiceren over wat jullie doen bij een besmetting, wat jullie doen bij annulering of bij wanneer een kind eigenlijk van het speelplein zou moeten verlaten of zo. Was dat terugbetaling? Wat is er voorzien? Probeer eigenlijk op voorhand al een beetje Q&A-gewijs misschien
te communiceren hierover, zodat het duidelijk is als er iets gebeurt, oké, die procedure volgen we. Daarin is die transparante communicatie zeker en vast een belangrijke tip. Oké. Dan. Ja, ik probeer hier over te gaan naar de volgende slide. Mijn computer wil niet altijd even over. De volgende slide gaat alleszins over de organisatorische. Ah, valasse, dan is het dan nu. Ja. Oké, en daar zijn we ondertussen. Technologie, onze allerbeste vrienden deze tijden. Alleszins, zoals jullie wellicht wel al vernomen hebben, is er dus overgeschakeld nu naar een mogelijke versoepeling naar die contactbubbels van maximum 100 personen in juli. En dan 200 personen in augustus. Let er wel op, we gaan het nog een keer benadrukken, ook zoals Tessa daarnet zei, dat is dus echt nog altijd een beetje afhankelijk van die vaccinatiegraad, van die bedden op intensieve zorgen. Gelukkig horen we in het nieuws dat toch de goede kant aan het opgaan is. Maar dat is en blijft altijd een klein beetje onzeker natuurlijk. Die bubbels die zijn exclusief begeleid. Dus dat betekent dat als je een bubbel van 100 personen hebt, dat ook effectief 100 kinderen in juli mogen zijn en dan 200 normaal gezien in augustus. En dat je daar gewoon je animatoren bovenop kan zetten. Het is niet te gaan inperken in je kwaliteit van je werking en minder animatoren zetten of zo, omdat je zoveel mogelijk kinderen in plaats wilt geven. Dus dat is al een geruststelling. Let er wel op dat die bubbels ook gescheiden blijven, ook na de speelpleinuren voor je animatoren. Dus s'avonds een top 5 gaan geven met al je animatoren samen is geen goed plan als je de bubbels niet kunt scheiden. Dus elke contactbubbel wordt begeleid door die vaste animatoren. Wat betekent dat nu wat er in die bubbels kan gebeuren? Bij de min 12-jarigen betekent dat echt voluit spelen. Alles wat je maar kunt voorstellen, mag ook bij die doelgroep. Dat gaat van schminken tot waterspelletjes tot de kinderen insmeren. Dat is toch al fijn nieuws. Voor die plus 12-jarigen die het virus dus wel iets sneller doorgeven en het sneller opnemen ook, blijkt het onderzoek niet, niet dat ik zelf viroloog ben, moeten we er dus wel op letten dat we de contact niet extra gaan stimuleren. Zij kunnen uiteraard ook spelen, misschien zo'n spelletje zoals vleeshoop iets beter vermijden, dat intensief contact valt gewoon. Dus daar gaan we niet gaan inschminken. Die leeftijd is oud genoeg om zichzelf te gaan insmeren. GSM gaan doorgeven en dergelijke meer is geen goed plan. En bij de wondverzorging dragen zowel die tiener als, boven de 12 jaar, als de verzorger allebei een mondmasker. Bij plus 12-jarigen zijn ook mondmaskers dus binnen niet nodig. Dus spelen kan, dus gewoon dat intensief contact dat we een beetje moeten gaan. Als ze in contact komen met externen, vragen we wel aan plus 12-jarigen om dat mondmasker op te zetten als die afstand bewaren niet lukt. Dus zoals ik zei, die hygiënische regels zijn iets strikter voor die plus 12 jaar. Maar ja, plus 12, vorig jaar was dat nog een beetje onduidelijk met zo'n meerderheid van de groep. Nu is het heel duidelijk, van zodra dat er in een bubbel min 12-jarigen en plus 12-jarigen samen zitten, dan pas je gewoon de regels toe die van toepassing zijn op die plus 12-jarigen. Dus zelfs als dat maar over één deelnemer gaat. Ook heel duidelijk willen we nog een keer stellen dat dat gaat over de fysieke leeftijd en dus niet de mentale leeftijd. En die leeftijdsgrenzen worden bepaald via het geboortejaar. Dat zorgt er dus ook voor dat er eigenlijk iemand van 13 toch nog zou kunnen aansluiten bij de min 12-jarigen. Het gaat echt heel strikt over dat. Van 12 bedoel ik dan, gaat echt heel strikt over het geboortejaar. Dus we hebben ze hier ook nog opgezond. Min 12-jarigen zijn alle kinderen geboren in of na 2008. En plus 12-jarigen is 2007. Hoe organiseer je die bubbels dan nu concreet? En hoe ga je die gaan verdelen? Ja, het beste is natuurlijk om bubbels die buiten het kinderen die buiten het speelplein een bubbel volgen, vormen ook in één bubbel te houden, aangezien dat ze 's avonds contact hebben, dus specifiek over broers en zussen, neven en nichten en zo die in hetzelfde huis wonen. Maar wring u niet in bochten. Als dat echt niet realistisch is om dat te gaan installeren op uw werking, als leeftijdsverschil zo groot is dat dat te veel impact heeft op uw werking, dan hoeft dat niet. Laat zoveel mogelijk toe om per dag en de dag zelf in te schrijven. Werk dus met die bubbels per week. Het gaat effectief om weekbubbels, maar geef ook de ruimte om in te schrijven voor een paar dagen van die week. Of om echt nog ter plaatse op het speelplein zelf te gaan inschrijven. We vragen dat enerzijds in functie van die kwetsbare kinderen en gezinnen, maar ook anderzijds in functie van de eigenheid van het speelplein. Dat we dat toch zoveel mogelijk kunnen bewaren, zelfs in deze rare tijd.
Je moet daarbij er gewoon voor zorgen dat totaal aantal unieke kinderen dat heeft deelgenomen aan een bubbel in juli dan nooit meer dan 100 is en in augustus nooit meer dan 200. Dus twee kleine voorbeeldjes om dat te duiden. Als Aisha haar inschrijft voor maandag, dinsdag en vrijdag, dan kan op woensdag en donderdag geen kind in haar plaats een plekje in die bubbel nemen. Dat plekje blijft dan leeg. Als Joris zich inschrijft op maandag ter plaatse dan, lekker laagdrempelig, dan wordt hij bij een contactbubbel geplaatst waar dat er dan ruimte is voor die dagplaatsen, waar het een plekje is. En dan neemt hij die plaats ook in voor een volledige week. Als hij dus later die week opnieuw naar het speelplein komt, dan gaat hij terug in diezelfde bubbel, komt hij niet meer terug, dan blijft dat plekje ook leeg. En onze voorkeur is dus heel duidelijk. Een ouder betaalt enkel die dag dat het kind komt en niet de volledige. Hoe kan je die bubbels nu gaan indelen? We hebben een paar scenario's op onze website opgenomen, de speelplein.net/zomer. Dat zijn wel voorbeelden waarbij dat er wordt uitgegaan van die bubbels van 50, maar dat is dus heel eenvoudig toepasbaar op iets grotere bubbels van 100 of 200. En als het dan gaat over busvervoer of georganiseerd ander vervoer door het speelplein, hou dan ook op die momenten rekening met die bubbels. Als dat niet kan, bewaar dan de afstand en gebruik ook die mondmaskers bij die plus 12-jarigen. Als het echt niet lukt om die afstand te garanderen, dan vragen we om bij het busvervoer ook iedereen een mondmasker te laten dragen. We hebben dat zelf nu niet, we gaan daar hier niet super uitgebreid op ingaan, omdat dat waarschijnlijk niet voor iedereen van toepassing is. Mensen die wel in dit scenario zitten, de ambassade heeft een heel artikel uitgeschreven op zijn website met echt heel concreet alle aandachtspuntjes, dus ga daar gerust eens gaan verder kijken. Wanneer er kinderen vervoerd worden met de eigen wagen, ook dan probeer het vervoer te organiseren per bubbel. Min 12-jarigen hoeven dan geen mondmasker te dragen, maar wel die plus 12-jarigen in functie van het contact met die externe. Als het dan gaat over opvang, 's morgens vooropvang en 's avonds de naopvang, steek de kinderen dan ook meteen in een juiste bubbel. Dat blijft dus echt, de speelpleindag begint van zodra de kinderen toekomen, steek ze direct in de juiste bubbels. Ook wanneer dat extern de opvang gaan voorzien. Nu dat er die weekbubbels zijn met uw begeleiding exclusief, is bijvoorbeeld ook mogelijk dat je als animatorenploeg zegt, er doet een ploeg de vooropvang en de voormiddag en een ploeg de namiddag en de naopvang. Die animatoren blijven dan bij diezelfde bubbels. Die kinderen blijven ook in dezelfde bubbel. Moest het gaan over echt externen, probeer dan ook af te spreken dat die kinderen daar ook in contact, in dezelfde bubbel blijven. Dus in kinderopvang of dergelijke meer. Dat die bubbels zo goed mogelijk bewaard blijven. Dat is dus iets om dan eens te gaan afspreken met de externe partners. Warme maaltijden op het speelplein, dat kan. Al dan niet zelfbereid of via een traiteur. Maar ook daar, en dat is een beetje zoals vorig jaar, het gebruik van mondmaskers, handschoenen en het kokteam als externe zich laten gedragen. Dus die afstand bewaren en die mondmaskers zijn toch wel belangrijk. Ga ook bewust om met de maximumcapaciteit. Maak een voorzichtige inschatting over hoeveel kinderen je deze zomer maximaal gaat kunnen ontvangen. Denk daarbij ook hoe je die bubbels kan georganiseerd krijgen. En heb daarbij aandacht voor die kwetsbare groepen. Moest het toch zo zijn dat je inschrijfstop moet dat je een stop moet zetten op je inschrijving, dat de bubbel vol zit, dat kan, tijdelijk. Maar we hopen echt dat dat iets uitzonderlijk is, dat dat zoveel mogelijk vermeden kan worden, zodat we opnieuw die eigenheid van speelpleinwerk gaan bewaren. En probeer ook de grenzen van de gemeente open te houden. Vertrek daarbij echt vanuit het perspectief van het kind en niet per se vanuit de grenzen van de gemeente. Een paar aanbevelingen die we daar nog bij geven, is om maar op 5 juli te starten met speelpleinwerk. Anders ga je heel veel kinderen door elkaar gaan mixen en het bubbelsysteem een beetje omverkegelen dan. En gebruik die dagen ook vooral om je werking nog een beetje voor te bereiden, om op te bouwen, om de animatoren ook nog te vormen. En we gaan er straks ook nog een keer op terugkomen. Maar jullie zijn er zich ook wel van bewust dat niet iedereen een volledige cursus heeft kunnen doorlopen. Voorzien misschien nog iets extra van vorming die dagen, dat kan zeker niet. Om je op je gemak te kunnen voorbereiden. Denk ook goed na over het opsplitsen van die bubbels op verschillende locaties. Dat vraagt namelijk echt heel wat meer werk, alleen al om het op te volgen, maar het kost ook waarschijnlijk wel wat meer om die infrastructuur te gaan voorzien. Dus meer werk en tijd voor de animatoren, ouders ook, niet zo gemakkelijk om op verschillende locaties te gaan ophalen. Het kan zeker als wel je capaciteit naar omhoog kan krijgen, maar denk er goed praktisch.
En dus nog een keer kort samengevat. Binnen een bubbel bij min 12-jarigen kan je voluit spelen, hoef je die afstand niet te bewaren. Ook dus geen mondmaskers, ook niet voor de animatoren. Zij moeten niet bij de bubbel geteld worden, maar behoren wel tot de bubbel. En bij de plus 12-jarigen gelden dan iets strengere regels, maar ook daar zijn dus mondmaskers niet nodig. En dan gaat Simon een beetje yes. En er waren in de chat al enkele vragen hierover. Maar dus effectief, als je in een bubbel zit, vermijd je wel ten allen tijde contact met andere bubbels. Een beetje zoals vorige zomer inderdaad, dat verschillende bubbels die op dezelfde locatie zaten, gescheiden werden door nadarhekken, door afspanlint of echt gewoon door de infrastructuur voldoende afstand konden houden ten opzichte van elkaar. Dus om die normaliteit binnen de bubbels te kunnen garanderen, dus zoals in de chat staat, geen mondmaskers, geen afstand, is het heel belangrijk dat je wel die bubbels heel goed beschermt van anderen en externen. Dus ook als er externen op het speelplein langskomen, komen die niet in de bubbel. Dat wil zeggen dat je ten allen tijde wel voldoende afstand behoudt ten opzichte van de bubbel en een mondmasker dragen. Voor plus 12-jarigen dan, is het in de bubbel niet verplicht om een mondmasker te dragen. Daarin is het een beetje soepeler dan vorige zomer. Maar deze zomer is het dus, kunnen plus 12-jarigen ook gewoon zonder mondmasker naar het speelplein komen. Maar zodra dat zij in contact komen extern, is het wel belangrijk dat zij wel een mondmasker opzetten. Bijvoorbeeld, je gaat met de tieners naar het park en daar kan niet voldoende afstand behouden worden ten opzichte van mensen in het park. Is het zeer belangrijk dat zij wel een mondmasker opzetten. Dus ik weet niet of het op de volgende slide staat. Nee, maar denk daar bijvoorbeeld over na dat je met die tieners dat je die mondmasker laat personaliseren, zodat iedereen, zodat er geen mondmaskers gewisseld worden onderling en dat soort zaken. Dat zou een beetje tegen het doel ingaan. Denk goed na wanneer dat er externe langskomen om zo soepel mogelijk te laten komen. Dus vermijd wachtrijen 's ochtends. Probeer grootouders te vermijden, dat er niet veel oude mensen en risicogroepen langskomen. Probeer zo min mogelijk met cash te werken. Als er nog met cash betaald wordt 's ochtends, probeer dat zo veel mogelijk te vermijden. Payconiq, bankcontact zijn allemaal handige opties. Laat de externen ook niet door een bubbel heen gaan. Probeer dat aan de buitenkanten van de locaties te voorzien. Er werd vorige zomer ook gewerkt met timeslots op sommige speelpleinen, dat er echt bepaalde kinderen, bepaalde leeftijdsgroepen op bepaalde uren werden verwacht om hun kinderen te komen brengen en zo. Zorg voor duidelijke afspraken. Allemaal zaken die een beetje voor zich spreken. Dus je mag naar de volgende slide gaan. Heel belangrijk, dat was vorige zomer ook zo, is deze zomer opnieuw. Zorg voor een contactlogboek waarin je duidelijk noteert. Als er externen zijn langsgekomen op het speelplein, bijvoorbeeld als de lokale speelplanondersteuner van de VDS een bezoekje brengt, zet dat duidelijk in het logboek. Als er een leverancier langskomt, de technische dienst komt iets repareren, de groendienst komt het gras afmaaien, of het gebeurt dat er toch een kindje per ongeluk ineens in de verkeerde bubbel zit, dat is geen paniek, dat is niet erg, maar schrijf het gewoon heel goed op dat je dat kan meegeven aan de contacttracing, mocht er toch iets gebeuren. En zorg voor goede medische fiches van de deelnemers en de animatoren. Er staan ook voorbeelden van wat er precies in die medische fiches staat, vind je ook op onze website en op die van de ambassade. En voor de tracing het zo gemakkelijk mogelijk te maken, duid je op je speelplein een corona-coördinator aan. Meestal is dat zijn jullie dat, de jeugddienst of de speelpleinverantwoordelijke. Dat is degene die een beetje het algemene aanspreekpunt is voor alles dat met corona te maken heeft. Ook degene die het contact opneemt met contacttracing, moest er iets gebeuren. Je kan altijd ons gebruiken als klankbord als je niet zo heel goed weet wat je precies moet doen. En met het verzamelen van al die gegevens, het contactenlogboek en de medische fiche, hou ook rekening met de GDPR en de privacy. Dus je verzamelt meer informatie dan andere jaren. Hou die even bij, maar ik denk dat het ook wel bij staat dat je dat... Oei, gebeurt hier allemaal. Ik denk dat je die dingen 2 weken moet bijhouden, minstens, of zoiets. Poetspersoneel, is het extern, Caroline? Ik denk het wel, ja. Ik weet niet of Sylvia ook nog op gaat antwoorden, zelfs, maar ja... Tenzij, als je ervoor zou opteren om het poetspersoneel mee in je bubbel op te nemen, maar dat wil zeggen dat er minder plaats is voor kinderen in die bubbel. Dus dat zou ik vermijden. Dat is dan... hetzelfde aan het typen. Voilà, ik was je voorstel. Ja, sorry. De noodprocedure dan. Vorig jaar konden we ons beroepen op een hele duidelijke, heldere flowchart van wat moet je doen als er iemand besmet is, wat moet je doen bij vermoeden van een besmetting, wat moet je doen als er iemand na, dus tijdens het weekend bijvoorbeeld, ontdekt dat die besmet is, hoeveel dagen moet je teruggaan, dat soort zaken. Momenteel is dat er nog niet. Wij zijn aan het ijveren vanuit de VDS om dat zo snel mogelijk in orde te brengen. Momenteel, ik denk de laatste update is nog van de krokusvakantie.
Dat zal waarschijnlijk grotendeels hetzelfde zijn, maar we willen echt wel een upgraded versie. Dus daar zijn we bij alle betrokken partijen bij aan het lobbyen om dat zo snel mogelijk gedaan te krijgen. En wij willen dan ook deels daar een beetje soepelheid in proberen te krijgen, dat bubbels niet meteen van één vermoeden van een besmetting al meteen gesloten moeten worden. Zodat er toch iets meer marge is dat, ja, dat je niet meteen bij één positieve besmetting je speelplein 2 weken kan sluiten. Dat zou heel jammer zijn. Is ook niet echt noodzakelijk. Voilà. Ja, die hele maatregelen dan, hier denk ik, tenzij als mensen hier echt nood aan hebben, maar ik denk dat we net iets sneller over kunnen gaan, want dat is eigenlijk grotendeels hetzelfde als vorig jaar. Probeer van handen wassen een gewoonte te maken. Doe dit minimale bevastgelegde momenten bij het toekomen en het vertrekken en zeker bij het eten en voor en na elk toiletbezoek. Eigenlijk een beetje wat je normaal gezien zou moeten doen. Afgelopen zomer hebben we dat veel gezien, dat die handenwasmomenten dat eigenlijk ook leuk ingekleed kon worden. Dat kinderen dat ook na 2 dagen hadden, die dat meteen door, voordat we gaan eten, handen wassen, klaar. Dus dat is eigenlijk vrij gemakkelijk. En je mag ook stilstaand water gebruiken. Dus je kan perfect een groot bassin vullen, daar heel veel zeep in kappen, maar dat dan niet een dag laten staan. Maar dan mag wel, alle kinderen mogen daar in 1 keer hun handen in gaan wassen. Voilà. Handgel waar nodig. Voilà. Maar ook nu, dat is van vorige zomer bijvoorbeeld nog niet zijn, maar nu wel. Probeer niet te veel met handgel te werken, want dat is heel agressief op de huid. En dat gaat een beetje in tegen de natuurlijke bescherming die we hebben op onze huid. Dus als je met natuurlijke organische zeep kan werken, en dat soort zaken, is het altijd beter. Voilà, hier die tip voor plus 12-jarigen. Zorg dat die zeker een mondmasker mee hebben. Voorzie voldoende reserve mondmaskers op het speelplein. Dan is het ook wel natuurlijk jammer genoeg voor het milieu, maar daar ook meer de optie om voor wegwerpmondmaskers te gaan. En laat 12-plussers het personaliseren. Hè. Kan je nog eventueel een leuke activiteit bij maken. Vermijd waar mogelijk het aanraken van de gezichten van kinderen, zeker bij de plus 12-jarigen. Dus bij insmeren van zonneband en schminken bij min 12-jarigen, je moet je daar niet meer voor schamen. Je mag dat gewoon doen. Dat is zeker geen probleem. Kan gewoon gebeuren door animatoren. Bij plus 12-jarigen laat je ze dit zelf doen. Hè. Een 12-jarige zou in principe al in staat moeten zijn om zichzelf in te smeren. Dus bewaak dan al een tijde die persoonlijke hygiëne. We kennen het allemaal, hoesten in de elleboog, dat soort zaken. Blijft enorm belangrijk deze zomervakantie. Yes. De basisregels ook, die weten we ondertussen ook al, buiten, buiten, buiten. Probeer alles buiten te doen. En waar het niet kan, of de binnenruimtes die je hebt, ventileer die maximaal. Dus dat wil zeggen dat je eigenlijk elk ding dat open kan staan, dat je dat openzet, behalve branddeuren, want die moeten gesloten blijven. En focus vooral op de hygiëne van de contactoppervlakken. Dat is een beetje een daar verschuift een beetje de focus van vorige zomer, was het echt handen wassen, poetsen, hygiëne, hygiëne, hygiëne. Is het deze zomer meer ventileren. Die hygiëne blijft onwaarschijnlijk belangrijk, maar we weten nu al iets meer over het virus, dus die ventilatie is echt van cruciaal belang. Toiletten en wastafels, best gescheiden per bubbel, dat is ook ja, gemakkelijk. Ik weet ook dat er al mensen geïnvesteerd hebben naar de zomervakantie toe om echt al weer sanitaire containers en zo te voorzien per bubbel. En indien het niet lukt, mogen meerdere bubbels hetzelfde sanitaire gebruiken, maar dan zorg je er wel voor dat tussen het gebruik van verschillende bubbels dat voldoende geventileerd kan worden, dat er gepoetst kan worden en dat soort zaken. Voilà. Contactoppervlakte, dat heb ik gezegd, ventileerde ruimtes zoveel mogelijk. En eventueel het voorzien van extra personeel, poetsvrijwilligers, dat soort mensen, oud-vrijwilligers of eventueel ouders, vrienden van het speelplein die je wil inschakelen om eventueel 1 keer per dag even met een votje over elke klink en over elke wc-bril te gaan. Dat soort zaken hebben we afgelopen zomer ook gezien. En dat werkt en dat geeft ook iets meer comfort en vertrouwen aan de mensen die daar rondlopen op het speelplein. Yes. Materiaal wordt niet doorgegeven door bubbels, tenzij er 3 uur tussen zit of het wordt gereinigd voor het wordt doorgegeven. Heel belangrijk, vorig jaar was het denk ik 3 dagen. En 3 uur biedt wel iets meer ruimte om bepaald speelmateriaal wel nog dezelfde dag door de andere bubbel te laten gebruiken. Of bubbel 1 speelt de hele dag in het springkasteel. Je laat het een nachtje rusten en de volgende dag kan daar de tweede bubbel in spelen. Dus dat is wel iets gemakkelijker dan vorige zomer. Visueel materiaal, voilà, duidelijk aangeven. Heel veel bubbels, heel veel speelpleinen werken met kleuren en duidelijke visuele afbakeningen op het terrein, welke bubbel naar waar moest en dat soort zaken. Super. Wel opletten voor de gele sneeuw, maar de toffe chat kan straks lezen. Ben ik dit ook nog? Of, nee, dat bent jij niet meer. Oké, dan gaan we verder met aard van activiteit aanpassen. Dat gaat dan vooral eigenlijk over
aard van je activiteit. Ik moet het misschien niet... Ja, ik wou het proberen uit te leggen, maar ik snap het zelf niet 100%. Oké, bij uitstappen bijvoorbeeld. We gaan even specificeren op een wandeling naar het speelterrein of bos in de buurt. Daar moet je sowieso je bubbels blijven behouden. En 1,5 meter afstand tegenover degene die niet tot je bubbel behoren. En uiteraard bij +12 is dragen van een mondmasker in contact met externe, indien afstand niet behouden kan worden, noodzakelijk. Oké, dus dat is op zich denk ik wel duidelijk. We geven sowieso wel de tip mee. Wees steeds voorzien op een mondmasker bij dergelijke uitstappen. Zorg ervoor dat als je weet in je planning, we gaan naar het bos gaan, we gaan iets doen, dat je sowieso als begeleider een mondmasker meepakt. En ook zeker dan met de +12-jarigen. Hè. Daarop voorzien zijn is zeker belangrijk. Goed, dan hebben we ook andere uitstappen. Hè, bijvoorbeeld naar... wat is het allemaal? Technopolis en zo van die zaken. Daar moet je een keer kijken naar de actuele samenlevingsregels van die uitbaat. Allee, op die van de uitbater. Dus bekijk goed wat er wordt gezegd over zo'n plaats, zoals een Technopolis, zoals een pretpark. En ga die maatregelen even goed na. Want het is belangrijk om de deelnemers ook te informeren van die maatregelen. En ook te kijken wie gaat wat voorzien. Stel je voor dat het gaat over een locatie waar mondmaskers zeker en vast verplicht zijn. Zorg er dan voor dat al de deelnemers op voorhand weten dat ze een mondmasker moeten meepakken. Ook qua eten, allerlei zaken. Gewoon maak duidelijke afspraken. Wie pakt wat mee, zodat je goed voorbereid bent. Ook belangrijk om met die externe partner af te spreken hoe die maatregelen precies voldaan kunnen worden. Het kan zijn dat sommige organisaties minder strikt met de maatregelen omgaan dan dat jij als speelpleinwerking moet doen. En dan moet je kijken om eigenlijk dan toch een overleg rond te hebben, om te zien dat alles toch zeker veilig kan overlopen. Dus maak duidelijke afspraken met de plaats waar je naartoe gaat, om te zien dat het vlot kan verlopen. Uiteraard ook naar vervoer kijken, welk vervoer ga je gebruiken, en op welke manier kunnen we aan al de hygiënemaatregelen voldoen. Alleszins uitstappen, bekijk het kader heel goed, en maak de nodige afspraken met de plaats waar je naartoe gaat. Dan even hier een belangrijke nuance. Internationale uitstappen zijn mogelijk. Daarmee bedoelen we Efteling, Beekse Bergen, Fantasialand en niet de... niet Frankrijk om daar even te gaan kajakken of zo. Maar zorg ervoor dat er is geen beperking op maximum 150 kilometer reizen. Dus dat is eigenlijk niet meer toepasselijk vanaf 25 juni. Maar opnieuw zetten we hierbij. Er zijn wel nog steeds landspecifieke maatregelen. Die zijn nu nog niet per se duidelijk. Maar dat kan gaan over extra testen bij aankomst, quarantaineperiode, rode zones, oranje zones en zo allemaal. En daarbij maken wij de aanbeveling, maak goede afweging. Want is het waard om keiveel testen te moeten laten doen, om die onzekerheid rond die rode en oranje periode, versus dan rode zones, versus dan het feit dat je eigenlijk een keer aan een Efteling kunt gaan. Dus probeer af te wegen, is het de moeite om deze buitenlandse uitstap te gaan doen? Wij raden eigenlijk als VDS aan om dit toch niet dit jaar in te plannen. Dit is een advies, je mag doen wat je wilt, maar wees ervan bewust dat je zeker en vast goed afweegt of het eigenlijk wel de moeite waard is. Goed. Verder, ja, geen activiteiten met fysiek contact tussen bubbels. Op zich wel logisch. Overnachting op het speelplein is mogelijk. Zorg voor voldoende ventilatie en verluchting. Daarbij bedoelen we inderdaad, zorg voor aparte slaapplaatsen per bubbel, aparte lokalen. Voor kampen en zo verder is het ook mogelijk, als je dat echt niet kunt voorzien, dat je in een grote ruimte een afscheiding mocht maken met 3 meter tussen en dit en dit en dat. Dat is eigenlijk enkel een aanbeveling voor eerder overnachtingen en die categorie. Binnen het speelpleinwerk, binnen onze categorie, is het eigenlijk echt wel aangeraden om zeker en vast die aparte slaapplaats te voorzien. Kun je dat niet aanbieden, dan moet je eens kijken wat de maatregelen daar rond zijn. Dan kun je wel eventueel die afscheiding maken in een grote ruimte, maar er komt ook wel veel bij kijken. Je moet er zeker dan bepaalde afstand tussen houden en zo, en ventilatie voorzien. Dat is allemaal niet zo evident. Maar meer informatie over dat stuk kun je ook op onze website terugvinden, voor moest je het toch wel een keer willen bekijken om het toch te laten doorgaan. Vermijd aanwezigheid van externe. Dat is op zich, zoals daar juist ook bij het stukje van Massimo Simon, duidelijk. Geen open deurdagen, geen slotfeesten, geen bezoekjes van oud-animatoren of zo allemaal. Dat best toch zeker en vast te vermijden.
Dan workshopgevers, terreineigenaars, lokaal ondersteuners van de VDS. Wij zijn welkom. En nu, dat moet dat niet allemaal heel letterlijk pakken. Je mag altijd wel zeggen van, oeh, liever niet. We gaan ons niet forceren. Maar we zijn welkom als we de afstand kunnen behouden. Minstens 1,5 meter afstand. En natuurlijk de maatregelen respecteren. Hè. Dus het kan. En als je met externe workshopgevers werkt, dan kunnen die ook hun eigen materiaal meenemen, maar moeten ze bijvoorbeeld wel echt de hygiënemaatregelen, de hygiëneregels echt wel respecteren. Als zij hun eigen demo, zo'n bakje voorzien per kind of zo, en dat ze daarmee moeten aan de slag gaan en zo, dan kunnen ze dat zeker en vast doen, want ze hebben het nodig om die demo te laten doorgaan. Maar het moet wel goed gereinigd zijn, het moet ervoor zorgen dat het niet wordt doorgegeven continu aan andere kinderen. Dus daar moeten we dan echt wel gaan kijken, kan het verlopen op een manier dat we niet opeens al die kinderen van andere bubbels met elkaar in contact brengen. Hè? Dus dat gewoon even goed afspreken met die externe workshopgever en dan komt dat allemaal zeker en vast in orde. En hierbij is duidelijk, maak gewoon goede afspraken, informeer die externe personen. Want niet iedereen is bewust van het draaiboek of van dat zomerplan. Je kunt niet verwachten dat elke persoon die niks met jeugdwerk te maken heeft, dat zomerplan gaat doornemen. Dus maak duidelijk welke regels bij jullie gelden. Hier concreet voorbeeld, uw poetspersoneel, dat kan goed zijn dat zij niet doorhebben dat zij zonder mondmasker niet bij kinderen of zo mogen komen. Maar probeer dat gewoon op een respectvolle manier aan te pakken, zodat het eigenlijk toch wel duidelijk wordt. Er zijn in vorig jaar wel wat conflicten rond geweest. Dat is toch wel belangrijk om op dezelfde lijn te gaan staan. Oké, ik had het daar juist ook al gezegd. Het is niet omdat je nu in bubbels van 100 mag werken, dat je dit als speelpleinwerking ook moet doen. Weeg voor- en nadelen af. Hou rekening met de risico's. Dat is eigenlijk de nuance dat ik in het begin van de presentatie eventjes gedaan heb. Het mag, maar we zijn nog eventjes voorzichtig hier rond. Oké, we zijn voorzichtig, maar we willen gewoon geen volledige uitsluiting geven. Oké. Goed. En dan sommen we graag nog een keer op wat er veranderd is ten opzichte van vorig jaar. Dus van die bubbels van 50 zijn we, ik ga het echt heel expliciet doen, maar we zijn zeker tussen aanhalingstekens, niet zo zeker in deze tijden, dat hebben we allemaal al moeten ondervinden, maar relatief. Dat zijn dus ook die bubbels van 50, exclusief de begeleiding. En hopelijk, als de vaccinatiegraad blijft stijgen en de trend in de ziekenhuisopnames blijft gunstig, dan gaan de bubbels van maximaal 100 kunnen in juli. En dan vanaf 25 juli trouwens, is die bubbels van 100. En dan vanaf 30 juli, dus vorige maand augustus, kan dat naar bubbels van 200 gaan. Opnieuw exclusief de begeleiding. Andere verandering was dus, vorig jaar hadden we 3 dagen nodig om materiaal en contactoppervlakken virusvrij te hebben. Nu is dat dus 3 uur dat volstaat. De 1 hobby per week regel die is afgeschaft sinds 12 mei. Dus, en ook die vraag om 2 dagen tussen te gaan laten, die bestaat niet meer. Maar opnieuw, dat de 1 hobby regel nu weg is, betekent ook niet dat dat risico daardoor niet meer bestaande is. Dat is een bestaand risico om van de ene bubbel naar de andere te springen, maar dat is vooral niet jullie verantwoordelijkheid. Dat is echt de verantwoordelijkheid van de ouders en animatoren zelf om daar rekening mee te houden. Wat wel de verantwoordelijkheid is en het principe dat blijft voor de speelpleinorganisatoren, is het principe van de weekbubbels. Testing, dat wordt aanbevolen. En er is heel wat om te doen in de media ook momenteel. Wat dat daar juist mee bedoeld wordt of hoe dat juist praktisch georganiseerd zou worden, dat is momenteel nog onduidelijk. We zijn dan verder aan het uitzoeken met de bevoegde instanties. Maar we raden jullie aan om daar intussen tijd nog geen strategie rond te gaan uitwerken. De focus ligt, zoals daarnet gezegd, dat was voor geen spelen op ventilatie op heel veel gaan verwachten. En dus zoals ik zei, de regels die gaan in vanaf 25 juni. Dat geeft jullie iets meer tijd om te gaan voorbereiden, om nog vormingen te doen voor de animatoren en dergelijke meer, terwijl het al vorig jaar 1 juli was. Nu natuurlijk, dat is ook een afweging die je moet maken, maar het is ook niet aan te raden om dan voor de zomer al je animatoren in 1 bubbel te steken. Stel je voor dat daar dan een besmetting optreedt, dan kan je werking gewoon niet opengaan of moet je al bepaalde bubbels gaan sluiten. Dus hanteer misschien ook dan wel echt een bubbelsysteem. Yes. Wat gaan wij nu nog doen vanuit de VDS? De meeste dingen hebben we al aangeraakt tijdens deze presentatie. Zoals ik daar straks al gezegd heb, wij gaan nog voor die noodprocedure pleiten en ijveren om die zo snel mogelijk online te krijgen.
Wij zijn volop in onderhandeling met leveranciers en grootwinkelketens die anoniem gaan blijven voor goedkopere hygiënepakketten. Het zal niet hetzelfde zijn als vorig jaar met de afhaalmomenten en dat elke jeugdvereniging tot 5 van die pakketten gratis kan komen afhalen bij ons. Dat zal het niet zijn, maar wat het wel gaat zijn, kunnen we nog niet vertellen, omdat we het eigenlijk zelf nog niet weten. Die gesprekken zijn al ver gevorderd. Onze collega Daisy is daar volop haar tanden in aan het zetten. En dat komt in orde, normaal gezien. Wij gaan ook nog, we hebben al deels, ik weet dat het bataljon daar ook al wat rond gezegd heeft, maar we willen graag ook een standpunt verspreiden over dat we eigenlijk liefst zoveel mogelijk jongeren, zeker als die in het jeugdwerk werkzaam zijn, gevaccineerd willen voor de zomervakantie. We weten dat dat een vrij ijdele hoop is, maar we hebben al meerdere signalen gekregen van speelpijnverantwoordelijken die zich zorgen maken over, zeg al die jongeren in juli en augustus hun prikken gaan krijgen. Dan, en die staan op het speelpen en ze moeten hun pik gaan krijgen, dan missen we ze voor een paar uur. En wat als die ziek vallen daarna, als ze een beetje slecht worden van hun vaccin, dan zijn wij, komen we in een gigantisch groot animatorentekort. Dus daar willen we eigenlijk ook wel een standpunt rond innemen, dat er eventueel ook nog met voorrangslijsten of voorschotlijsten gewijd kunnen worden. Wat het daar mogelijk is, ik weet niet dat er veel mogelijk is, maar we willen dat toch proberen te doen. Zoals Federa net ook gezegd heeft, een standpunt innemen rond testing staat ook al op onze website ondertussen. Helemaal onderaan, speelplein.net/zomer, vind je ons standpunt over. Kunnen wij, het antwoord op de vraag, kunnen wij als speelplein verwachten en verlangen van onze animatoren en kinderen dat ze zichzelf laten testen? Wij zijn daar absoluut niet voor. Ik weet niet of jullie het een beetje nieuws aan het volgen zijn. Scouts en gidsen hebben een heel groot duidelijk standpunt ingenomen van we willen deze niet. Dit is praktisch en ethisch gezien eigenlijk totaal niet wenselijk. Wij volgen daar uiteraard in vanuit de VDS. Dus dat is volop aan de gang nu. Dan ook zijn we achter de schermen aan het doen. Samen met bataljon en ambassade aan het pleiten dat de versoepelingen gelijk lopen. Dat het bij sport niet sneller of trager gaat dan bij ons, dan in de evenementsector, maar al die dingen eigenlijk meer gelijklopend gaan. Want het is niet leuk als er een bepaalde sector al 2 weken vroeger open gaat dan de andere. Dat is niet leuk, want dan gaan jullie ook vragen krijgen van oeh, maar daar mag het wel en hier mag het niet. Dat willen we ten alle kosten vermijden. Dus dat proberen we ook nog zoveel mogelijk gesynchroniseerd te krijgen. We blijven natuurlijk blijvend de versoepelingen of verstrengelingen opvolgen. Vandaar ook dit webinar. Maar ja, als je onze sociale media volgt, als je de contactgegevens van je lokale speelpijnondersteuner hebt, als je ingeschreven bent op onze mails, dan krijg je altijd zo snel mogelijk, eigenlijk meteen eigenlijk, alle informatie die wij ook hebben. En uiteraard, ja, ons speerpunt, wij blijven alle lokale werkingen ondersteunen doorheen de zomer. Vandaar ook dat wij graag langs blijven komen bij jullie. En ja, alle vragen zijn altijd welkom bij ons. Voilà. Volgende slide. Yes. Dan ook nog tot slot. Wij hebben cursussen gegeven. Het is ook al aangehaald. We hebben in de Krokus en de paasvakantie hebben verschillende animator en zelfs hoofdanimator cursussen laten doorgaan, maar voor 20 uur. Er is een uitzondering vanuit de overheid dat je na 15 uur cursus volgen je stage al kan lopen. Wij hebben 20 uur cursus aangeboden. Dus het zou goed kunnen dat er stagiairs bij jullie aankloppen van hey, ik wil mijn stage komen doen bij jullie, maar ik heb nog maar de helft van mijn cursus gevolgd. Die stagiairs zijn welkom. Jullie mogen die, als jullie dat zien zitten, mogen jullie die al die stage laten lopen. En later in de zomervakantie gaan ze nog het tweede deel van hun cursus fysiek krijgen. Dus daar kan je zelf in onderhandeling gaan met die stagiair in kwestie of wat jullie op het speelplein het meest wenselijke scenario vinden. Maar een hele stage kan al gedaan worden voor het volgen van het tweede deel van de cursus. Je kan ervoor opteren 1 week voor de cursus en 1 week erna. Of je kan uiteindelijk ook opteren om de 2 weken stage pas na de volledige cursus te doen. Wel heel belangrijk dat het echt bekomen van het attest pas mogelijk is na het volledig afronden van de cursus. Dus als Mark zijn stage heeft afgerond succesvol voor het tweede deel van de cursus, dan kan je die nog niet op mijnkadervorming.be aanduiden. Mark moet eerst een volledige cursus gevolgd hebben. En zodra dat in orde is, kan heel de molen in gang gezet worden en krijgt Mark zijn attest. Voilà. Belangrijk natuurlijk dat die stagiairs, ja, die hebben nog maar 20 uur vorming genoten. En die 20 uur waren digitaal. We hebben ons best gedaan om in die 20 uur het zo leuk en zo speels mogelijk aan te pakken. En om pas van dan ook wel wat waardevolle inhoud en wat handvaten aan te reiken. Maar het zou dus kunnen dat die stagiairs, ja, net iets minder voorbereid zijn dan andere stagiairs die wel een gewone hele cursus gevolgd hebben. Hou daar ook rekening mee. Ga daarmee in gesprek. Waar voelt hij zich al wel of niet comfortabel bij? Sta daarvoor open. Wees misschien iets milder in een evaluatie daarvan. Weet dat hij nog een tweede deel cursus gaat krijgen.
En die tweede deel cursussen, ik zie daar eigenlijk ook wel een grote meerwaarde in, omdat we dan eigenlijk al, zeker als die cursisten al een deel van hun stage gedaan hebben, dat we veel gerichter kunnen ingaan op wat ze al meegemaakt hebben. Van, ik heb echt wel in die ene week stage dat ik al gedaan heb, ontdekt dat dit of dit mijn zwaktes nog zijn. Dan kunnen we daar heel gericht op werken op die tweede deels cursussen. Dus dat is een beetje een silver lining aan heel de coronacrisis. Dus dat, voilà. Tot zover het gegeven van de stagiairs. Alright, super. Merci. Merci om de toelichting te doen, Fedra en Simon en Sylvia, voor de opvolging van de chat. Zoals altijd al wel duidelijk, we hebben per regio ook lokale ondersteuners die doorheen de zomer beschikbaar zijn. Behalve dan op de periodes dat ze misschien in verlof zouden zijn of zo, maar dat wordt wel duidelijk gecommuniceerd. Je kan altijd bij die persoon terecht als er een situatie zich voordoet, een crisisprobleem of een bepaalde zaak waar je dan toch vragen bij hebt. Twijfel zeker niet om te bellen of te contacten. En dan proberen we zo snel mogelijk en zo duidelijk mogelijk te helpen. Nu komt ons slotdeeltje. We zijn mooi op schema en hebben we toch wel wat tijd. Zijn er nog specifieke vragen of bedenkingen die jullie hebben waar jullie graag nog een advies of een antwoord op zouden willen? Mieke, steek haar hand omhoog. Hand omhoog steken, goed idee. Ja, mijn micro staat aan. Horen jullie mij? Ja hoor. Oké. Ik volg voor mijn collega, dus ik ga proberen haar vraag goed te beantwoorden. Zij vraagt zich af wat met kinderen, tieners van het jaar 2007-2006, die eigenlijk nog geen vrijwilliger mogen worden, maar ook niet meer in die bubbel van die tieners mogen. Zijn er speelpleinen die met een soort hulpanimatoren werken vanaf 2007? En is dat dan toegestaan? Of hoe werken de meeste speelpleinen daar? Want we hebben er zo een paar die net op het randje van niet meer deelnemen, maar ook nog niet volwaardig animator kunnen. Misschien een eerste antwoord. Mijn collega's zullen ongetwijfeld nog aanvullen. Maar er zijn heel wat speelpleinen die met hulpanimatoren vanaf 15 jaar werken. 14 jaar wordt afgeraden, denk ik, omdat dat gewoon eigenlijk niet mag. Je mag 14-jarigen, zodra je die meerdere dagen inschakelt als vrijwilliger, dan mag dat niet. Dan is dat eigenlijk bijna kinderarbeid of zoiets. Ik denk dat Sylvia dat beter weet dan ik. Ik zie haar al lachen en haar tenen krullen bij mijn woorden. Maar vanaf 15-jarigen is het al sowieso wel toegestaan en zijn er heel veel speelpleinen die daar ook effectief mee werken. Dus dat kan wel een oplossing zijn. Ja, eigenlijk is de redenering niet... dat het niet mag, maar is het een omgekeerde redenering. Zeiden vanaf 15 jaar mogen ook vakantiewerk doen. Dus dan mogen zeker ook vrijwilliger zijn. Dus daar is geen discussie over. Daaronder gaat het over occasioneel vrijwilligerswerk, maar de verzekeringen interpreteren occasioneel vrijwilligerswerk als één, misschien twee keer in een zomer of in een jaar. Ja. Dus dat is zeer weinig. Dus eigenlijk moet je dat bijna gaan checken bij je verzekering, hoe dat zit. Maar ze mogen ook op cursus vanaf de dag dat ze 15 zijn. Dus daar is eigenlijk weinig discussie over. Ik denk dat als het gaat over uw vraag van hoe doen andere speelpleinen dat, ik denk dat vaak de speelpleinen net met het omgekeerde probleem zitten, dat het net heel snel wisselt, of dat er zelfs overlap in zit. Dat sommigen laten ze zelfs kiezen tussen ofwel sta je nog op de tienerwerking, weliswaar met andere animatoren, ofwel kan je al beginnen als nieuwe animator bij het speelplein. Maar het is een vraag naar andere speelpleinen toe, dus als er anderen zijn die willen reageren, doe gerust. Misschien dan... Mieke, heb je daarmee een antwoord op je vraag? Mag ik ook wel even recht trekken? Sylvie heeft het al benoemd wel, maar specifiek, het is geen... Massimo, het is geen verbod. Het mag effectief wel, maar het is gewoon een volledig afraden vanuit VDS. Ja. Wat het ook gaat over motorisch erkennen, het gaat over totaal nog niet volledig ook ontwikkeld zijn om bepaalde... Mensen gaan soms ook hun... capaciteiten denken dat ze al ontwikkeld zijn, dat ze dat allemaal kunnen en gaan zo meer verwachtingen hebben en vooral naar hun volgende jaren. En wij willen die kansen niet afnemen van die 14-jarigen om toch nog vanaf nul te kunnen starten en zo en echt animator te kunnen zijn. Dus het is een beetje eigenlijk gewoon een afraden om dat zeker te doen. Ja. Maar het mag in principe wel, maar het is gewoon niet ideaal. Dan kunnen die 14-jarigen beter bij hun tienergroep behouden. Ja, en dat mag gewoon. Een jaar of zo. Ja. Dat zijn gewoon plus 12-jarigen, dus die mogen eigenlijk gewoon deelnemen aan het aanbod. Veel tienerwerkingen gaan ook tot 14 à 15 jaar. Mm-hmm.
Wat je ook kan doen, is wel met die tienerroep de kans geven om activiteiten voor te bereiden, in te kleden, animaties te doen, maar wel onder begeleiding. Ja, ja, dat je dat eigenlijk eerder ziet als activiteit dan dat je het ziet als ze staan als animator of hulpanimator. En zo rollen ze er ook wel een beetje in. Een goede tegemoetkoming. Er werd een vraag gesteld in de chat ook over leidingsactiviteiten, barbecue onder animatoren. Mieke, moest straks nog iemand daar een antwoord op hebben of hoe de site aanpakken, laat maar gerust iets aan haar weten via de chat of zo, of spreek haar gerust aan. De vraag komt van Caroline over die leidingsactiviteiten. Bedoel je dan na de speelpleinenuren of algemene teambuilding, in welke vorm? Caroline? Na het speelplein, titel. Ah, oké. Okay. Ah, perfect. Oké, okay, ja, zoals we daar juist hadden gezegd, het is mogelijk, zeker en vast, maar de strategie van bubbels gescheiden houden blijft ook gewoon wel effectief aanwezig in de avond. Dus stel je voor dat je zegt van ja, kom, we willen s'avonds een barbecue doen met alle speelpuntanimatoren. Het is zeker en vast mogelijk, het kan, maar je moet wel zien dat die bubbels gescheiden blijven. Vorig jaar werd dat echt nog ook gezegd dat ze gewoon volledig best apart zaten en volledig afgescheiden waren, maar je kunt ook perfect verschillende tafels organiseren waar enkel die bubbels aan mogen zitten. En als speelpleinverantwoordelijke moest je de barbecue bemannen en volledig als externe daarin staan, volledig de hygiënemaatregelen volgen, dan kun je aan één barbecue zelf kun je eigenlijk het eten veilig en wel verdelen. Je moet gewoon eigenlijk volledig in je hoofd houden dat de bubbels gescheiden moeten blijven. Maar activiteiten kunnen zeker en vast onder animatoren. Verder, we nodigen altijd onze schepen van jeugd uit om de barbecue te komen doen. Worstjes uittelen, het is een vorm van socialisatie. Misschien ook nog even ter aanvulling op wat Tessa net zegt. Hierbij ook bij die sfeer onder animatoren, animatorenactiviteiten, dat is een heel belangrijk, cruciaal onderdeel eigenlijk zelfs van je zomerwerking. Het was heel moeilijk afgelopen zomer om op punt te houden. We hebben heel veel vragen over gekregen. Maar hebben we ondertussen dus ook al heel veel good practices rond te horen gekregen van speelpleinen die er toch in geslaagd zijn om over bubbels heen wel contact te houden. Uiteraard geen fysiek dan, maar om wel die bubbels met elkaar ja, toch in competitie of uitdaging of toch wel samen pizza eten, maar dan duidelijk met goed gescheiden van elkaar. Dus ga je zeker ook bij ten rade bij je collega's van andere gemeentes. Help elkaar, geef elkaar, bied elkaar inspiratie aan. Ik weet dat binnen de Facebookgroep van de Antwerpse speelpleinverantwoordelijken zijn die vragen ook al meermaals gesteld. En dan zie je altijd wat heel veel mensen zeggen van wij hebben vorige zomer dit of dat gedaan. En zo kan je elkaar wel helpen om toch die sfeer onder de animatoren zo hoog mogelijk te houden bij de jongeren. Voilà. Heb jij, Mieke, heb jij nog een vraag trouwens? Of... Ik vroeg mij af of dat wij alle vragen in de chat ook heel duidelijk beantwoord hebben voor iedereen. Zijn daar nog vragen over of niet? Ik denk dat Kevin zijn hand aan het opsteken is of aan het appariceren. Ja, hand aan het opsteken. Ik had nog een vraagje hoe dat je best omgaat of hoe dat de meeste omgaan of hoe, wat dat er aangeraden is rond je planning die je opstelt voor animatoren. Van animatoren die de ene week bij de ene bubbel of de andere week. Het zijn weekbubbels en kiest voor, het is vasthouden aan één week. Dus officieel mogen ze wel de ene week bij de ene bubbel staan en de andere week bij de andere bubbel. Maar wordt dat vooral afgeraden? Proberen mensen dan zo weinig mogelijk te doen? Proberen de innovatoren gewoon daar zelf wat bewust van te maken? Van oké, het is... Kies bewust misschien van ik wil het liefst bij die bubbel staan deze zomer en een paar weken daarbij staan. Totaal niet. Uit mijn ervaring, die ik nu al heb meegekregen, wil ik al eens zeggen dat het wel belangrijk is om je teams om daar goed over na te denken. Je staat als je in een bubbelsysteem werkt, met die bubbels van 50, was dat natuurlijk een iets kleinere ploeg animatoren nog. Die bubbels van 100 of 200 geven wel al iets meer ruimte om daar ook iets meer animatoren bij te zetten. Maar het is wel belangrijk om daar een goede samenhangende ploeg van te maken en een goed evenwicht tussen ervaring en geen ervaring. Dus om die reden heb ik wel al van veel speelpleinen gehoord dat ze toch met een systeem werken waarin de animatoren een kleine voorkeur kunnen uitspreken en dat er dan een hoofdanimatorenploeg of een jeugddienst of zo puzzelt om die combinatie zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Maar inderdaad, dus het is echt per week, dus dat betekent ook dat je bubbels
week na week wel een beetje kunnen bijgestuurd worden. Hè, op basis van wat dat werkt of wat dat minder goed werkt. Als die planning al op voorhand gemaakt is, kan het dus ook om een keer mensen in combinatie met een bepaalde groep animatoren te zetten en dan de week daarna met een andere groep te langzaam maar per week samen. Is dat een duidelijk antwoord, Kevin, op je vraag? Ja, deels. Ik vind het zelf moeilijk, omdat ik niet... Ik zit sowieso nooit aan een totaal aantal... ik heb een klein speelbewerking, dus ik heb nooit een bubbels van 100 of zo. Daar kom ik nooit aan. Ik ga deze zomer op zich nog eigenlijk voor om... toch nog 2 bubbels van 50 zo zeg, te gaan organiseren, om gewoon verder te doen op het elan van vorig jaar, een beetje stabiliteit, maar eigenlijk ook voor te zorgen dat de weinig aantal animatoren die ik dan heb, toch nog altijd gescheiden zijn, dat, waardoor dat ik mij, als ik met een besmetting zit, dat ik niet direct heel het speelplein terug moet sluiten, maar ik dan toch de helft van mijn animatoren daar zo gezegd al kan van beschermen en dan nog kan rekenen op nog een aantal reserves of zo, om dan de week daarna toch nog te kunnen verder doen als dat lukt. Mm-hmm. En niet heel het speelplein direct te moeten sluiten. En dat is ook de reden waarom ik dan zo'n beetje wel angstig ben of zelf gewoon zo van oké, het mag wel. Ik mag heel mijn speelplein eigenlijk officieel als de race volmaak heel mijn speelplein samengooien. Mag ik iedere week andere inplanningen zo gaan doen. Maar dat zijn niet de veiligste keuzes of zo als het gaat om te zorgen dat er speelplein is wel deze zomer, de hele zomer. Ik denk dat er 2 dingen zijn. Ten eerste, zij hebben er ook voordeel voor om in kleinere bubbels soms te werken. Niet dat ik daarom wil zeggen dat je dat moet doen, maar navolgend op je eigen voorstel. Dus het voordeel voor de organisatie is, we moeten niet allemaal sluiten, maar het voordeel bij een mogelijke besmetting is dat niet alle animatoren ook zelf in quarantaine of in isolatie moeten. En ik weet niet, er zijn hier meer verschillende mensen die al een keer in quarantaine of isolatie gezeten hebben. Ik denk niet dat dat prettig is. Dus ik denk dat dat ook het voordeel is voor hen dat ik kan benoemen. Dus misschien helpt dat wel wat. En het tweede is dat iedere week uw kinderen ook veranderen. Dus ik denk dat je die flexibiliteit misschien wel... Dus als animatoren vragen van... Ik wil die week een keer op dat speelplein staan. Maar je hebt verschillende werkingen. Alleen dat je kunt wisselen tussen de 2. En dat op zich dat dan niet zozeer een probleem is. Maar als je doorheen de week samen een activiteit doet... Dan zou ik het wel zo organiseren dat je de animatoren... Een klein beetje in afstand uit elkaar houdt. Dat je wel die interactie hebt. Dat ze wel elkaar zien. Dat ze elkaar kunnen spreken. Maar dat je ze dan ook wel probeert een beetje uit elkaar te doen. Als je het zo wil doen. Want ik snap je volledig... Het is ook haalbaar, praktisch, organisatorisch, om het in groepen van 50 te doen bij jullie. Ja, want wat vorig jaar ook zo... Donderdagavond is zo echt wel een vaste animatorenavond of zo. Ja. En dan vorig jaar was ook zo, ja, als we het op vrijdagavond doen, dan zijn eigenlijk onze weekbubbels al wel afgerond en volgende week wordt er toch weer gemixt. Dus dan op vrijdagavond is dan zo gezegd, meer vrij, of voelen zij meer vrijheid aan dan... Dan op donderdagavond, waarbij je dan op vast in je bubbel. Dat is natuurlijk niet zo. Maar dat voelt voor hen soms wel zo. En dan zeker ja, externen, mensen die aan het niet staan, zijn ook nog niet welkom. En dat vinden ze ook niet altijd even fijn. Ja. Ik denk dat het ook een angst is die bij veel mensen wel heeft, om een bezorgdheid om te zeggen, dat iedereen al iets meer gewend is aan de maatregelen en dat iedereen al iets meer... zoekt naar naar een beetje de mazen tussen het net. Maar dat is, ja, ik voel dat ook wel bij veel speelpleinen. Is een beetje die angst van, gaan mijn animatoren wel nog evenzeer de maatregelen naleven? Omdat de schrik er bij velen, ik weet niet of dat iets herkenbaar is voor jullie, maar dat ik toch wel merk dat de schrik er al iets meer uit is tegenover vorig jaar. Dus ik denk dat dat een verhaal is nu van, we zullen op vrijdagavond afspreken, dan leven we de maatregelen nog na, maar dat dat wel iets is dat vaak gaat leven. En dat gaat vooral belangrijk zijn om ze te wijzen op de geest van de maatregelen en niet per se op de maatregel zelf. Ja, oké, de maatregel is om per week in een bubbel te blijven. Dus ja, in principe op vrijdagavond kom je dan niet meer in contact met de kinderen. Maar dat volgt totaal niet de geest van de maatregelen. En dan heeft het eigenlijk ook weinig nut dat we onszelf en onze omgeving ertegen proberen beschermen als we dan op vrijdag alles waar we een hele week gescheiden voor geleefd hebben, beetje omverkegelen. En ik denk dat dat een beetje de enige manier gaat zijn om ze daar wat in tegen te houden, is continu te wijzen op die geest van de maatregelen. Oké, we hebben ook nog Sarah die haar hand al even omhoog heeft gestoken. Even haar vraag behandelen en ook een keer die van Hanna straks in de chat.
Ja. Dat wil je zo ongeveer al beantwoorden, maar ik ga wel een extra nuance er nog eens even opleggen. Sarah, doe jij maar eerst jouw vraag? Dat was eerder een aanvulling op hetgeen dat Kevin zei. We hebben vorige zomer een beetje geëxperimenteerd met hoe vullen we onze bubbels in. In juli waren het altijd dezelfde animatoren in dezelfde bubbel, waardoor zij op het einde van de maand elkaar soms doen, ja, iets konden aandoen. Omdat de groepjes zodanig klein zijn en dat zij zo vaak wat frustraties hadden, maar dat het altijd maar 3 of 4 dezelfde mensen waren die in die groep zitten. Waardoor dat we in augustus dan de ommekeer gemaakt hebben naar elke week andere groepen, waardoor dat nieuwe animatoren ook meer andere animatoren leren kennen, dat ze meer feeling hebben met de speelpleinwerking, dat ze ook een keer met andere jobstudenten konden samenwerken. En gewoon naar groepsgevoel was dat wel een stuk beter, omdat je ook gewoon veel meer contact maakt met anderen en dat een andere samenstelling van de groep is. Ook al veranderen je kinderen, ze werken toch heel nauw samen als animator. En we merkten dat verschillende weken na elkaar dezelfde animatoren in dezelfde bubbel, dat dat eigenlijk niet zo productief was op die manier. All right. Was er nog een specifieke vraag naar ons toe? Of was er vooral een tip richting... ja, een tip was het gewoon, hè? Ja. Oké, super. Nee, dat is goed. Dan denk ik ook wel dat we dat stukje, die vraag... Kevin, ik hoop dat je daar wat inspiratie hebt kunnen uithalen uit de antwoorden. Ja, ik zie hem knikken. Dat is supergoed. Dan wil ik even nog de nuance meenemen van Hanna over inspiratiebezoek. Maar we gaan het even wat breder opentrekken. Ook rond algemene bezoekjes, algemene zaken. Het is nu al het tweede jaar op rij dat we eigenlijk niet bij elkaar kunnen gaan komen kijken. Je hebt vaak inspiratiebezoeken vanuit VDS georganiseerd of hoofdanimatoren die graag in de buurt is komen kijken. Al een heel jammer en lastige situatie, vooral omdat dat is wel een enorme meerwaarde om een keer te gaan piepen bij de buren. En we beseffen dat ook wel. Maar we gaan het een keer op een manier moeten bekijken dat het... je moet enerzijds de draagkracht bekijken. Het speelplein zelf, hebben die graag dat je langskomt? Vind je dat oké dat er een externe groep zou langskomen? En anderzijds ook gewoon de bestaande maatregelen. We braden af om met grote groepen op bezoek te gaan of een externe groepen toe te laten. Moet je echt met 2 personen of met 1 persoon langs gaan en een keer komen piepen? En vindt dat speelplein dat zeker oké? Ja, dat kan. Dat is mogelijk en dat kan ook wel geplaatst worden. Is dat met een groep van 10 hoofdanimatoren, 10 animatoren of een uitwisseling of zo? Ja, daar gaat dan de grens, wordt dan heel hard opgezocht. In die mate, we hebben ook bijvoorbeeld vrijwilligers bij VDS die normaal gezien met de lokale ondersteuner meegaan en een keer gaan piepen bij verschillende speelpleinen om zo wat inspiratie op te doen. Maar dit jaar ook hebben we ook een beetje moeten afblokken en zeggen van, goh, dit is iets dat wij gewoon niet enerzijds dat we ook niet durven vragen, omdat we denken van, goh, het is al moeilijk genoeg. En anderzijds gaat het toch wel een beetje in tegen die regel van externe te mijden. Dus, kan het? Ergens ja. Maar je moet wel al wat grijze zones gaan opzoeken. Maar hou vooral rekening met de draagkracht en de wil ook van de andere werking. Want zijn ze er comfortabel mee dat mensen effectief op bezoek komen. En zeker en vast geen grote groep. Dat is toch de nuance dat ik even wil leggen. Zijn er de aanvullingen van de collega's die misschien ook... Hanna, ik ging gewoon zeggen, als je specifiek inspiratie zoekt of op inspiratietour wilde om een bepaald thema, dan hoor ik het graag nog en dan kijken we misschien hoe dat we er een beetje aan tegemoet kunnen komen op een andere manier. Dan effectief misschien met een grote groep inderdaad op zoek te gaan. Ja, want ik kreeg die vraag ook vorig jaar van een bepaalde speelplein. Dat gaat vooral ook over hoe pakken andere speelpleinen het open speelaanbod aan en zo. En ja, je zou dat graag heel tof aanpakken en met een grote groep op bezoek gaan en verschillende werkingen gaan en zo. Maar dat moet even uitgezocht worden met de lokale ondersteuner en daar zal Sylvia inderdaad dan in kunnen helpen. Voor de andere werkingen van andere regio's, contacteer gerust de lokale ondersteuner als je zin hebt om bij anderen te gaan piepen. Al is het zelf misschien virtueel. Daar kan altijd wel een oplossing in gezocht worden. Goed, ben ik aan het zien of er waren nog vragen. Ik zie vooral in de chat veel twijfel rond die 50 en die 100. Zoals zeggen van wat moeten we ermee, reservebubbels. Ik zeg nu van het VDS gaan we niet zeggen dit is wat je moet doen. Je hebt gewoon verschillende aanpakmogelijkheden en we ondersteunen wat de groep doet. Zeggen van we gaan voor die 100 en we zien wat voor het B-plan. Ja, dat is een keuze, hè? Dat mogen we gerust doen. Pak de 50 en dan naar 100. Dat is ook oké. We snappen ook wel. We willen gewoon geen garanties geven. En we snappen wel dat het op die manier georganiseerd moet
worden volgens jullie. Dus doe maar wat je wilt doen. Maar heb je wel zoiets van, ik zou het graag specifiek een keer in mijn geval willen aftoetsen met de lokale ondersteuner of hier, dan mag het. Hè. Stel gerust uw vraag, we willen gerust advies geven wat voor jou misschien de beste situatie is. Als iemand dat graag wilt delen, dan kan dat zeker. Vaak is er ook wel een zware verantwoordelijkheid om als speelpleinverantwoordelijke te gaan beslissen hoe gaan we dit aanpakken. Als je daar graag een keer een second opinion in wilt, dan mag dat zeker gezegd worden. Ik wil misschien gewoon nog één iets aanvullen, dat heel veel ook wel kan afhangen van het aantal kinderen dat jullie normaal hebben op een speelplein. Stel dat je zegt inderdaad, wij zitten rond de 50, ja, dan is het misschien wel logisch dat je per locatie op 50 gaat gaan organiseren en dan niet per se heel hard gaat gaan opentrekken. Als je je daar veilig bij voelt, en zeker omdat je dan niet moet terugschakelen, moest het nog voorvallen. Stel dat je speelplein zit waarop er 150 kinderen komen in normale zomers en je beslist om één bubbel van 50 te doen, dat gaat dan natuurlijk ook wel weer voor ouders, voor kinderen, wel een gemis zijn deze zomer. Met al dan niet straffe vragen of uitspraken van ouders. Ik hoop wel alvast van niet. Maar weet dat je dan ook wel op een bepaalde vraag wel wat inkribbelt. Maar het is zeker geen makkelijke oefening, dat weten we. Ik zie in de chat ook nog een vraag over de inkom. Ik denk dat we daar duidelijk kunnen op antwoorden dat het de bedoeling is om de mensen zo snel mogelijk in de bubbel te krijgen. Kun je dat goed organiseren in je inkom, dat je die bubbels uit elkaar haalt, dan kun je dat zeker. Lukt dat op die locatie niet, dan is het beter om verschillende inkomen te organiseren. Lize, ik denk dat het over Denderleeuw gaat. Als ik over jullie locatie nadenk, dan denk ik dat je het op zich wel zou kunnen organiseren met twee inkomen, maar dat dat misschien wel effect heeft op jullie inschrijvingen en onthaal. Dus dat je daarom waarschijnlijk deze vraag stelt. Die vraag van Hanna nog eens? Ja, ik heb de officiële versoepelingsmaatregelen van de ambassade geknipt en geplakt op, in de chat. Dus vanaf 25 juni schakelen we van 50 naar 100 als 60% van de 18-plussers gevaccineerd is en er minder dan 500 bedden bezet zijn in de intensieve zorg. Dat is een belangrijke nuance die we soms een beetje uit het oog verliezen. Maar we hebben dat ook wel in het begin gezegd. We blijven met twee woorden spreken. Het blijft voorwaardelijk. Dus een zekere terughoudendheid om al meteen naar 100 te schakelen is niet onverstandig. Gezien dat het, ja, momenteel zijn we optimistisch. Momenteel gaan de cijfers naar achter. Maar we hebben allemaal nu al 3 of 4 keer het deksel op de noos gekregen dat we ineens versoepelingen verwachten en ineens toch met versterkingen worden opgezadeld. Dus het is een beetje een rollercoaster. Voilà. En kun je dat collega's daarbij willen aanvullen? Want anders is er nog die vraag van Mieke die ik ook nog wel misschien wil aanvullen. Je bent correct hoor. Van die 50, 100 en 200 denk ik inderdaad dat we best op de vraag van Mieke inspelen van die daginschrijvingen en die voorinschrijvingen. Hè? Ja. Omdat dat heel interessant is. Hoe pakken de meeste speelpleinen het aan? Dat is een interessante vraag. Die ik ook wil meteen opensmijten naar de groep. Wij vanuit de VRS zijn altijd van daginschrijving natuurlijk. Dat is toegankelijk. Dat is een open karakter. Kinderen kunnen eigenlijk zelf kiezen dat ze wel of niet komen. Je hoeft nog niet 3 maanden op voorhand al heel je zomervakantie in te plannen. Maar we zijn er ons ook van bewust dat dat een beetje indruist tegen de logica van de weekbubbels. Want als een kind maar 1 dag komt, neemt hij wel een plek in voor de hele week. Dus daarin proberen we een beetje een soort van paradoxaal standpunt in te nemen van weekinschrijvingen, want bubbels, maar ook daginschrijvingen, want toegankelijkheid, die bereikt er meer kwetsbare jongeren en kinderen mee. Dus dat is een beetje ons standpunt. Maar ik smijt het open naar de groep. U mag misschien in de chat zeggen hoe dat jullie het hebben aangepakt vorige zomer. Ik zie precies hoe dat mensen er al op aan het antwoorden zijn. En Caroline doet dit niet vanwege de bubbels. Ik vermoed vrij veel speelpleinen. Hoe doen jullie het, Mieke, in Zwijndrecht? Ja, we zijn er eigenlijk nog aan het overdenken. Nu staat het mee in de brochure als voorinschrijvingen. Maar we hebben ook wel wat kwetsbare kinderen. Dus we proberen toch altijd zo een aantal plaatsjes per bubbel. Ik denk dat er vorig jaar zo 5 waren of zo. Die dan ingevuld konden worden door een kind dat daar toevallig stond of het OCMW dat ons nog belde. Maar we willen zo wat weten wat dat de verhouding is, dat 80-20% of iedereen 100% met voorinschrijvingen of 100 met dag.
een beetje moeilijk om een getal op te plakken. Ja. Misschien interessant, Kathleen van Lille zie ik hier zeggen dat die met geen voorinschrijvingen werkt. Dus dat wil zeggen dat kinderen allemaal eigenlijk de dag zelf nog mogen langskomen bij jullie. Waar zit de unmute-knop? Ja, ik moet wel zeggen, dat is mijn eerste zomerspeelplein. Maar het is hier niet de gewoonte om op voorhand in te schrijven. Dus dat de kinderen gewoon de dag zelf komen. We houden wel heel goed bij welke kinderen er allemaal komen die week. En vanaf dat we merken dat we misschien wel eens over die 100 zouden kunnen gaan, roepen we een reservebubbel in. En we hebben reserveanimatoren staan die weten dat ze opgeroepen kunnen worden. Dus zo werken we nu. Maar met de paasvakantie hebben wij uitzonderlijk wel mee daginschrijvingen gewerkt. Ook omdat toen weekbubbels van 10 waren. Dat was eigenlijk niet anders mogelijk. Je zei daginschrijvingen, maar ik vermoed dat je weekinschrijvingen bedoelde. Ja. Paasvakantie, weekinschrijvingen. Ja, maar ze hebben niet voor een heel week voorinschrijvingen. Maar ze konden wel kiezen, moesten niet per se een week komen. Ze konden ook wel kiezen om 1 dag of 2 dagen te komen. Dat wilde wel zeggen dat die een plaats ook innamen in die weekbubbel van 10, waardoor dat we soms echt met heel kleine bubbels zaten. Ja. Dus dat was niet zo fijn, zal ik zo zeggen. Dus, Nee. Maar dat is wel leuk, want dat is een beetje zalm tegen de stroom in, dat jullie toch nu al voor de zomervakantie zeggen van nee, we gaan niet meer voor inschrijvingen werken. Wij houden eigenlijk vast aan onze vaste daginschrijvingen. Dus wel cool. Natuurlijk kan niet elke gemeente dat doen. Dus ik ga ook eens in de chat kijken. Dus Mieke, zeker in de chat zie je heel veel verschillende alternatieven. En als Anke daar nog vragen over zou hebben, kan ze mij daar ook altijd... Of als jij mij daarover wilt bellen of mailen, doe gerust. Ik wou nog heel vlug even inpikken. Er was ook iemand die aanhaalde van het is makkelijk om te weten hoeveel kinderen dat er zijn om onze activiteiten te kunnen voorbereiden. Ik vind dat zelf een beetje dubbel. Waarom? Omdat je meestal wel wat kunt voorspellen hoeveel kinderen dat je ongeveer gaat hebben op een speelplein. Op basis van vorig jaar hoeveel dat er in die week ongeveer waren. Op basis van feestdagen kun je het zo wel wat inschatten. Of dat mensen brugdagen gaan nemen, ja of nee. En dus minder een kind gaan sturen. En het weer speelt daar zeker ook wel in mee. Maar ik denk dat er wel manieren zijn om het wel een beetje in te schatten. En of dat je dan 30 of 40 kinderen hebt, of 90 of 110, denk ik dat dat op zich wel meevalt om dat te organiseren. Dus voor mij persoonlijk zou dat niet een groot argument zijn om hierin mee te nemen. Voor mij gaat het eerder over, krijg je het logistiek rond? Hoe groot is de kans dat als je een bubbel van 50 of van 100 organiseert, dat je daarover gaat gaan en dat je effectief een probleem gaat hebben, dat je te weinig plek hebt voor iedereen die wil komen? Als je merkt, van daar hebben we echt een probleem, dan zou ik zeggen, ja, werk zeker met inschrijvingen. Maak ouders bewust van het feit dat ze een plek innemen. Probeer een beetje flexibel te zijn hier en daar. Maar hoe meer dat we het kunnen openhouden, hoe liever natuurlijk. Dat is de aard van het speelplein. Dat is waarvoor dat we willen gaan. We willen dat vakantiegevoel erin hebben. Zowel ook voor ouders, maar zeker voor kinderen. En voor onszelf ook. De spontaniteit waarmee dat we dan ons ding doen. Mag ik daartjes op inpijnen? Ja, zeker. Ik ben daar zeker mee akkoord. Maar voor ons was specifiek de situatie vorig jaar in bubbels van 50, omdat wij normaal gezien maar met inschrijvingen zitten van 50 tot 55 kinderen per week. En dat was voor ons wel makkelijk om te weten op voorhand of die 5 extra kinderen nog kwamen om daarvoor nog een volledig nieuwe bubbel in te leggen. Ja, dus daarom was het wel makkelijk als dan die 2 of 3 kinderen extra kwamen, dan een volledig nieuwe bubbel inleggen om die afweging te maken. Was dat wel handig voor ons om dan ook de animatoren niet te moeten splitsen, wat ook niet altijd makkelijk is. Dus meer daarom. Dus voor ons wordt dat deze zomer minder een probleem. Als we naar 100 kunnen we het gewoon in 1 bubbel doen. Ja. Ja. Wel, het is inderdaad dat organisatorische, krijg je het rond, ja of nee? Is het de moeite, ja of nee? Er zijn er die het dan gedecentraliseerd hebben bijvoorbeeld en gezegd, we doen gewoon 2 locaties, dat is dan een decentrale werking en het van daaruit gezien. En of dat er dan 30 of 40 zijn op locatie of 50. Maar ik snap inderdaad zo die grens 50, 55, zo randje kantje. En om dan die laatste 5 aan de deur nog te moeten zeggen, sorry, ik kan er niet meer bij vandaag, dat ging dubbel zuur geweest zijn. Dat is ook geen spontaniteit meer in ons vakantieaanbod, dus ik snap u volledig. Elena vraagt er nog een vraag over de limiet van de grootte van de animatorenploeg.
alleszins, er is niet per se een limiet op van hoeveel animatoren er voor een groep moeten gezet worden. Er wordt eigenlijk vooral gevraagd, zorg voor continuïteit in die bubbels. En zie ook, want bijvoorbeeld als je werkt met dan eigenlijk verschillende mensen die een keer een dag komen helpen, als zij allemaal die hun eigen contacten meepakken in die bubbel en zo verder, dan krijg je eigenlijk geen stabiele groep meer. Dus je hebt misschien wel je bubbel van 100 en misschien pakt 15 animatoren of 10 animatoren. Maar als er elke dag nog een keer een vrijwilliger bij komt die een andere context heeft, een andere contacten nog heeft, dan komt daar nog een keer al die contactbubbels bij en dan maakt dat dan niet stabiel blijft. Dus opteer zeker en vast voor een stabiele groep die een hele week daar staat, zodat je eigenlijk exact kunt nagaan wie dat moet gecontacteerd worden als tracing toch moet contact opnemen. En daarin dan, ik weet niet wat dat een sterk advies is, maar ik denk normaal gezien, vermijd het zoveel mogelijk, zie gewoon voor die continuïteit. Als je toch met iemand werkt dan eigenlijk een dag komt helpen, vraag dan ook effectief om contact buiten de dingen te vermijden. Want het kan ook perfect zijn dat een animator zegt, ik heb een studentenjob in de voormiddag, maar ik kom in de namiddag helpen. Dat moet kunnen, maar dan vraagt je ook in die voormiddag om bij dat werk echt afstand te bewaren en volledig de coronamaatregelen te houden, zodat je echt met een hand op het hart kunt zeggen, oké, ik ga niet mijn job combineren, die contactbubbel met die van het speelplein. Er zitten wel wat mogelijkheden op, maar wees zeker en vast heel duidelijk over het feit, minimaliseer voor zekere contacten, zie dat je eigenlijk echt clean naar de speelpleinwerking komt, zodat je de anderen niet in risico brengt. Dat gezegd zijnde, is het, als je het gebolwerk krijgt en het lukt, volgens de maatregelen, om effectief zo'n vrijwilliger die goesting heeft, toch te laten staan, dat is super waardevol voor naar nieuwe animatoren toe. Het is een beetje de clue van heel het verhaal altijd. Van, het kan, maar er komt veel gedoe bij kijken. Dus maak de inschatting of het gedoe het waard is of niet. Was er nog iets? Ja, ik zag, dus niet echt een vraag, maar ik zag dat Hilden in de chat zei dat het digitale beter is voor kwetsbare doelgroepen. En dat druist een beetje in tegen mijn logica. Dus ik weet niet wat dat Hilde daarmee bedoelde. Of hoe dat jij dat ervaart, Hilde. Dus misschien niet zo relevant, want het heeft niet zoveel met corona te maken, maar ik vond het wel, het sprong eruit en het nam mijn aandacht. Door het digitaal inschrijven is het net veel gemakkelijker om die doelgroep aan te spreken, te overhalen en te laten inschrijven. En die komen daardoor ook veel gemakkelijker. We hebben op dit ogenblik al 85 inschrijvingen en daarvan is 1/4 uit de doelgroep. Dus ik denk dat dat ook zo gaat blijven evolueren. En daardoor hebben we nu ook die duidelijkheid. Het is ook veel plezanter nu om te weten wie tot de doelgroep behoort. Want wij vragen of zij recht hebben op verhoogde tegemoetkoming. Heel duidelijk uitgelegd met het ziekenfondsklevertje. En ja, die mensen geven dat aan en ja, dan weet je dat ook. En wij betalen dan de helft van het inschrijvingsgeld voor hun zelfs ook nog terug op het eind van de zomer. Dus wij kunnen daar toch voor de doelgroep eigenlijk meer betekenen doordat we dat nu goed digitaal kunnen aanpakken. Anders was dat bij ons een complete overrompeling met inschrijvingen en met 2 of 3 euro te betalen aan de inkom. Dat was hectisch altijd. En ja, nu is dat heel mooi geregeld. En dat is veel plezanter om het op die manier te doen. Nu, kinderen, als we nog plaats hebben, kunnen alle kinderen natuurlijk nog binnen. Maar dan moet er eerst met de gsm ingeschreven worden, digitaal, dat we ook alle gegevens hebben. Dat we, als ze ziek worden of iets aan de hand krijgen, de ouders onmiddellijk kunnen contacteren. Want ja, die gegevens hebben we nodig. Ik heb vorig jaar wel gemerkt dat er ook wel wat partnerorganisaties zijn die net omwille van corona beter die doelgroep ook geïnformeerd hebben. Die vanuit het OCME, vanuit brugfiguren, vanuit werkgroepen die relaties hebben met kwetsbare groepen, dat die veel meer geïnformeerd hebben en eigenlijk zelfs bijna mee die inschrijvingen gedaan hebben. Dus misschien, ik weet niet, heeft dat ermee te maken, Hilde, dat je zegt van ze vinden rapper de weg naar de digitale inschrijving? Inderdaad. Ook hier is het OCME betrokken, Huis van het Kind, schoolpoortwerkster. En we hebben zelf heel veel contacten met heel veel kansarme gezinnen
Dus waardoor dat het vertrouwen er ook is, de vertrouwensband, en dat daardoor kinderen ook veel gemakkelijker komen. Dus en ze vinden het fijn. Dus in die zin, ja, is dat top. Okay. Corona heeft toch nog zijn voordelen gehad. Voilà. Absoluut. Op een of andere manier toch bij velen wat groter. Nee, bedankt voor de toelichting, omdat ik meestal ook ervan uitging van dat het digitale soms net een drempel kan zijn voor mensen die misschien niet zo machtig zijn of die thuis geen computer hebben bijvoorbeeld. Dat is ook vaak een drempel. Maar als je met die toeleiding effectief, als je dat goed in goede banen leidt, kan het digitale de drempels weghalen. Dat had ik nog niet gehoord. Plus, ook, ouders leren ook op die manier een digitaal formulier in te vullen. Want wij zeggen ook altijd van, probeer het zelf. Lukt het niet? Doe een belletje, verwittig ons en dan helpen we u of dan doen we het toch zelf. Dus, maar we proberen altijd die opstapel te maken dat de ouders dat ook zelf kunnen of de kinderen dat zelf kunnen. Dus dat is ook wel belangrijk. Nu, ook door dat feit dat we nu digitaal inschrijven, hebben we nu dit jaar ook een bus ingelegd. En kunnen we de doelgroep op die manier ook zeker op het plein krijgen en het vervoersprobleem een stuk oplossen. En we zien ook waar we moeten gaan stoppen. Dat heeft zoveel voordelen dat wij daar vermoedelijk niet meer vanaf gaan willen. Oké, super. Ik zie in de chat dat er al een paar mensen aan het vertrekken zijn. Ik wou met dat Hilde nog wat dingen benoemd heeft. Nog één iets wat we daarnet hadden bij de weekendschrijving, is wat ik als verantwoordelijke wel zou doen, is de inschrijving gewoon zo lang mogelijk laten openstaan. Ik heb gemerkt vorig jaar dat er een aantal waren die dachten, we gaan de vrijdag afsluiten, we gaan alles verwerken, dan kunnen we de maandag aan de slag. Maar als er nog plaats is om kinderen om in te schrijven of om de dag zelf nog te bellen of toch nog aan de poort te mogen komen vragen, is er nog plaats? Ik zou die optie wel altijd heel graag openhouden en die niet voortijdig afsluiten als er plek is. Ja. Ik had er ook al gezien rond het stopzetten van die besmetting, dat de darmbubbels van 50 werden behouden. Gewoon nog even om heel duidelijk mee te geven. Op het moment dat wij iets meer weten over die noodprocedure, of dat we meer weten over hoe het precies gaat lopen, dan laten we jullie direct zo snel mogelijk iets weten. Wij hopen effectief echt wel dat de kinderen, animatoren, op een andere manier benaderd worden in die noodprocedure, zodat er eigenlijk een bubbel niet direct moet sluiten van 100 personen wanneer corona uitbreekt. Omdat wij ook ergens wel met VRS ook willen weten en geloven dat de animatoren daar anders in staan dan kinderen. En het zou heel jammer zijn moest een volledige werking volledig dicht moeten tegenover een klein deel van de werking of een animator dat in quarantaine moet gaan. Dus daar maken wij wel echt nog werk van om op die nagel te blijven kloppen. Ter informatie. Dat is goed, maar natuurlijk komt er vaak lokaal is de lokaal veiligheidsoverleg die daar soms anders over denkt. Het zijn zij vaak die een volledige school sluiten of zijn zij vaak die zo'n keuzes maken. 100% akkoord. Ik denk ook dat het gaat heel belangrijk zijn als die noodprocedure gecommuniceerd is, dat er een volledige draagvlakte is met die veiligheidsraad. En als we ook kunnen zien dat andere gemeentes dat allemaal volgen, gaat dat ook een stevig argument zijn in die discussie. Het zijn bepaalde gemeentes die echt heel snel naar dat extreme gaan van we sluiten alles, alles gaat dicht, het is goed geweest. En er anderen die zeggen, is de veiligheid bewaard geweest in alle andere bubbels? Oké, komt het goed, we brengen het zo in orde. Dat is eigenlijk heel afhankelijk van wie dat je in het bestuur hebt zitten. Hè. We proberen dat ook zeker niet te veroordelen als die gemeente daar iets vlotter over beslist. Dat is gewoon een situatie. Maar we hopen altijd wel dat ze open zijn voor redelijkheid. En dat je zeker niet al je werk van de zomer moet opeens gaan annuleren omdat er één animator zou symptomen vertonen of zo. Hè. Dus daar hopen we wel nog te kunnen rekenen op logische redenering van die veiligheidsraad en van... Doet er mij aan denken. Ik heb ook gemerkt vorig jaar... ik ben even oud geweest. Ik ben in zwangerschapsrust. Ik refereer volgende vorig jaar. Dat de burgemeesters ook spreken met elkaar. Veiligheidscellen waarschijnlijk ook met elkaar. Is dat in Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld zijn de regiogroepen. Als je merkt van er is hier iets op til, lokaal, om dat ook te delen met je regio... zodanig dat je elk je schepen van jeugd of zelfs je burgemeester even proactief kunt aanspreken en samen ook kunt gaan zoeken naar dat evenwicht tussen
risico volledig uitsluiten en toch ook speelaanbod gaan organiseren. Want ik snap soms dat ze vanuit het veiligheidsperspectief denken, we gaan dit stoppen, we gaan alles stilleggen. En soms meer bubbels vorig jaar dan dat eigenlijk nodig waren, stilgelegd hebben. Maar dat is wel kei jammer. Dus als we daar een beetje tegenwicht aan kunnen bieden door via uw schepen en uw burgemeester wat in gesprek te gaan. Zonder de illusie te hebben dat wij kunnen gaan bepalen wat een veiligheidsoverleg of een burgemeestersoverleg allemaal wil bepalen. Maar we kunnen maar proberen om in een beetje te beïnvloeden. Ik ging nog zeggen, ik denk dat de vragen in de chat beantwoord zijn. Verbeter ons als we fout zijn. Maar ik denk, kijk nog een keer naar de collega's, kijk nog een keer naar andere mensen, dat we er misschien zijn voor vandaag. Ik denk het op zich ook wel. Het is ook al mooi, 3:01. Alleszins, zoals we er juist al zeiden, gekende contactgegevens, je weet wie je moet bereiken. Bel gerust, laat iets weten. We kunnen ook begrijpen dat er misschien heel wat informatie op één moment was. Dus neem gerust de tijd om daar nog een keer over na te denken en ons te contacteren. Ik zie Massimo zijn vinger omhoog gaan. Ja, ik heb nog een klein... We hebben het even intern ook even overlegd. Maar er komt, net als vorig jaar, komt er ook in de zomervakantie een noodtelefoon. Als in voor grote crisissen en zoiets. Dat doen we elke zomer. Maar nu met corona is dat natuurlijk wel iets handiger om kort bij de hand te hebben. Maar we zijn er nog op punt aan het zetten. Dat wordt een aparte pagina op onze website waar je altijd terugvindt welke nummer moet ik bellen als ik met een grote crisis zit. Dus dat komt er ook nog aan. Maar uiteraard zijn de lokale ondersteuners Tessa, ik, Fedra, Sylvia, Daisy, Kobe, Wouter, zijn wij de eerste aanspreekpunten bij alles. Bedenkingen, klankbord. Klankbord. Pintjes gaan drinken op terras. Dat mag tegenwoordig. Frietjes eten. Frietjes. Alles wat we gezegd hebben vandaag en nog veel meer staat ook op onze website. Dus lees het daar ook gerust nog een keer na. Deze webinar wordt ook gepubliceerd. Ook de webinar van morgen, want morgen organiseren we het nog een keer opnieuw, wordt ook gepubliceerd. Wie weet zijn daar heel andere vragen die gesteld worden. Als je veel tijd hebt en je wilt die graag ook nog eens raadplegen, doe gerust. En inderdaad, weet ons te vinden. Of heb je een particulier speelplein in je gemeente en denkt, die hebben misschien nog vragen of die zijn niet helemaal mee, verwijs ze nog door. Ze kunnen erbij tot op het allerlaatste moment, ben ik 100% zeker van. Zoals tijdens de vergadering kunnen we ook nog mensen toelaten. Dus iedereen is welkom. Yes. Ik veronderstel dat de PowerPoint en de video samen op de website komen. Het is niet dat we de PowerPoint doormailen. Is dat op de website. Dus gewoon op de website. Eigenlijk, ik zal wel gewoon de PowerPoint naar alle deelnemers gewoon doorsturen. Dus dat is geen issue. En dan gaan we gewoon op de website verwijzen als het online staat. Voilà. Dus goed, dan gaan we hier afsluiten. Dank je wel om aanwezig te zijn. We wensen jullie echt een hele aangename, probleemloze, geweldige zomer toe. Je moet niet meer naar de algemene main session gaan. Je mocht eigenlijk gewoon direct naar huis gaan. Of blijven zitten, want anders zit je ook thuis. Anders moet je muziekje opzetten. Ik zal geen muziekje opzetten. Je doet je ding. Ik ga hier deze record ook afsluiten. Dus je moet hierna gewoon iets zotte dingen zeggen. Laten we helemaal gaan. Het wordt niet gepubliceerd. Maar goed, dan zien wij jullie hopelijk een volgende keer terug onder andere omstandigheden, wanneer we denken van corona, dat is al lang geleden. En ja... Dag, veel succes ook allemaal. Veel succes. Geniet ervan. En we mogen ietsje meer. En dan gaan we ook van kunnen.